Het is vandaag, zaterdag, precies een week geleden, dat wij hier waren, thuis bij de heer Surinder Prasad Ganpat, waar wij toen zijn problemen voorlegden aan de gemeenschap. En het gaat in deze, de heer Ganpat, landbouwer in het dagelijks leven, die moet een heupoperatie ondergaan. Hij moet er een heupprothese krijgen, om het zo uit te drukken. En dat is dan wat we toen aan de gemeenschap hebben gevraagd. Want het bedrag dat de heer Ganpat moest neertellen is 73.250. 73.500. Ja, pardon, 73.500, zegt meneer Ganpat net aan ons. En uit dat bedrag wordt er een bedrag van 37.000 gedekt door staatsziekenfonds. 12.500 door sociale zaken en volkshuisvesting en een bedrag van 24.250, bijna afgerond 25.000, dat zou de heer Ganpat zelf moeten betalen. Dat is toen de reden geweest dat we hier waren om toen hulp te vragen aan de gemeenschap. En ik zei het al die dag dat we altijd toch blijven kunnen rekenen op de gemeenschap. Wat ik prachtig vond is dat ik gelijk zondagmorgen nog een telefoontje kreeg van de heer Ramdat. Ja? De heer Ramdat van Vrienden van Kwata. En die zei dat zij iets zullen doen. Maar dat wil ik dat ze toch graag zelf eens vertellen. Heren, als jullie je even voorstellen. Subhas Gurdat. Ik ben ondervoorzitter van de sociaal-culturele vereniging Vriendengroep van Kwata en Omgeving. En ik heb hier een trouwe lid, de heer Jit Ramdat, samen bij mij. En het gaat erom dus dat wij het probleem hebben gehoord. Hij heeft het initiatief genomen om dat geld te laten inzamelen. Wij hebben dat gedaan. En vandaag zijn we eigenlijk hier om het bedrag van 24.250 over te dragen aan de patiënt eigenlijk, als het ware. Ja? Ja. Ik ben gewend als arts de patiënt. Ja, is goed. Ja. Hoor. Dus nogmaals, kijk, hier is het bedrag van 24.250. En maak er goed gebruik van. We zien elkaar ook nog in het ziekenhuis, omdat ik toevallig ook nog daar werkzaam ben. Ja, is goed. Ja, hartelijk bedankt, meneer Jit. En u bent meneer Gurdat Subhas. Ja. En meneer Ganesh, u ook bedankt, TBN bedankt. Zonder u zou ik misschien deze hulp niet kunnen krijgen. Door uw medium heb ik hulp gekregen. U bent zaterdag vorige week geweest en zondag al werd ik gebeld. Ik heb behoorlijk wat steun gekregen, iets meer dan wat ik nodig had. En uit Nederland heb ik hulp gekregen, steun. En dat betekent heel veel voor me. Ik bedank aan ieder van harte en God zegen hun en God zal hun meer geven. En dat geld wat over zal blijven, hoop ik, als ik beter ben, goed te gebruiken. Nadat ik uit het ziekenhuis kom, hoop ik dat ik dat geld nog nodig heb, weet u. Dan kan ik hebt een gezin, u hebt een gezin, u bent kostverdiener, ja, en uw gezin moet eten. Al bent u in het ziekenhuis en uw ziekenhuisvoeding gaat krijgen, moet uw gezin doorgaan. Dus we zijn een ieder, van waar ze dan ook, of het nou Suriname is of het buitenland, die u hebben geholpen. Van hieruit willen we hun ook dank zeggen en dat wij toch altijd volste vertrouwen op onze trouwe kijkers, onze luisteraars mogen hebben. Dat hoe moeilijk de situatie ook mag zijn, ondanks COVID-19... Ondanks dat het sociaal-economisch een beetje minder gaat in Suriname, zijn er toch nog altijd mensen als de Vrienden van Kwata die dit allemaal voor hebben om het voor u te doen. Wat wij u van hieruit alleen kunnen toewensen, heer Ganpat, is beterschap. Ja, gaat u ervoor. U hebt nog een hele lange weg te gaan. En laten we zien dat u weer ouder wordt en dat u dan weer voor uw gezin kunt zorgen. Bedankt, meneer Ganesh. Ja, nogmaals, aan ieder die mij geholpen heeft, hartelijk bedankt. Ja, hartelijk bedankt. En ik hoop dat de artsen mij goed opereren, dat ik beter word. Ja? En even me richten tot de heren van Vrienden van Kwata. Het is weer na lange tijd, heren, dat we iets van jullie horen. Is het COVID geweest?
Ja, inderdaad. Het is COVID geweest. Hè. Dus in het begin wist men ook eigenlijk niet wat er gedaan moest worden. Mondkap, 1,5 meter, alle plaatsen gesloten. Dus dat heeft gemaakt dat we eigenlijk zo'n beetje ondergedoken waren. En nu we terug zijn naar de normale situatie, zijn we dus nu weer actief op het veld. Ja. Nou, ook aan u, heren, heel hartelijk dank dat jullie konden voor een ander project hebben gekozen. Maar dat jullie voor de heer Gunput hebben gekozen om toch wel een hele grote hap te doneren. 24.250 is behoorlijk veel. We zijn jullie zeer, zeer erkentelijk. Nogmaals ook van onze kant uit, heel hartelijk dank dat jullie dit hebben willen doen. Ja, geen dank. Ja.